Crazy Nutrition Intensive Pre-Train Pre-Workout. Is het het kopen waard? Ja of nee? Deze video gaan we erachter komen. Voordat we deze video gaan beginnen wil ik jullie alvast even verwijzen naar het linkje hieronder in de beschrijving. Dan kan je namelijk gelijk doorgaan naar de kortingspagina om al deze supplementen en producten te kopen. Je zult nooit te veel betalen. Nou, we beginnen met de looks en de feels. En zoals jullie kunnen zien, het is een keer niet een bakje, maar het is een zakje. En ja, dat vind ik gewoon iets hebben. Dat vind ik leuk. Ik vind het verder gewoon cool eruit zien. Het ziet een beetje uit als een soort gevarenlint. Verder zit er ook gewoon lekker veel in en is het gewoon verder een decent look. Dat was nou mijn persoonlijke ervaring. Het was een goede ervaring. Ik had niet een enorm speciale kick van deze pre-workout, maar het deed wel gewoon zijn werk. En dat is gewoon goed. Verder vind ik het ook nog eens lekker smaken. Dus dan komt het natuurlijk altijd goed uit de verf. Nou, wat zijn nou de belangrijke eigenschappen van dit product? Er zitten behoorlijk veel vitamines in. Ik zat net de ingrediënten te lezen en ik merkte dat er best wel veel vitamines in zitten, wat natuurlijk super top is voor gebruik van dit product. Dat pakt mij gelijk de aandacht. Verder zit er ongeveer per scoop zit er 200 milligram aan cafeïne in. Dat is niet bijzonder veel, ook niet weinig. Het is gewoon lekker als je aan het trainen bent, wil even een kleine kick. Dan gebruik je deze pre-workout. Wel zit er per scoop behoorlijk veel beta-alanine in. Dat kan ervoor zorgen dat je best wel veel jeuk kan krijgen. Nou, wat zijn dan de voor- en de nadelen van dit product? Voor mij de voordelen is gewoon dat je gewoon lekker kan trainen. De dip die je daarna krijgt eigenlijk super klein is. Je merkt het bijna niet. Dus dat is super top. Verder kan nadelen. De kick die je krijgt is natuurlijk niet heel groot. Dus ik zou denken als je een daard sporter bent, zou je voor een hogere cafeïnegehalte gaan. Nou, conclusie, is dit het geld waard? Ik zou zeggen ja. Zeker voor iemand die gewoon lekker naar de gym gaat. Die niet de top van de top aan het sporten is. Dit een prima pre-workout om mee te beginnen. Of om gewoon lekker casual te gebruiken. Nou, mocht je nou interesse hebben in dit product, klik dan op het link hieronder in de beschrijving. Daar ga je gelijk door naar de kortingspagina van fitvooralles.nl. En dan kan je dit product uitkiezen. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie te zien bij een volgende video van fitvooralles.nl.